De nummer 12 tegen de nummer laatst. Ajax tegen Vitesse. Twee ploegen die met een slecht gevoel de interlandbreek ingingen. Ajax speelde 2-2 gelijk tegen Almere City. En verloor daarvoor nog van Brighton. Vitesse verloor thuis met 3-1 van Heerenveen. Het leidde tot het opstappen van Philip Cocu. Vitesse wil zo snel mogelijk van die laatste plaats af natuurlijk. Gaat dat doen onder Edje interim Edward Sturing. Voor de 6e keer interim trainer bij Vitesse. Als de stadionspeaker klaar is met de opstelling, is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan oudspits Ruud Geels. Die een week geleden overleed. Berghuis naar Tahirovic. Hato. Kersverse International. Taylor. Krijgt hem terug bij Hato. Daar is Bergwijn. Is goed gevoetbald van Ajax. En daar is de goal van Jorel Hato. Dat is een goede vlotlopende aanval van Ajax. Hier heeft Taylor een beetje geluk. Het is randje buitenspel van Bergwijn. Daar is het zeker geen buitenspel van Hato. En die maakt hier zijn eerste doelpunt voor Ajax 1. Amulic gaat het proberen en hij scoort. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Het zou best kunnen dat dit doelpunt van Hamulic alsnog gaat tellen. Het is een prachtige goal. Dat weegt doorgaans niet mee bij de overwegingen van de VAR. Het doelpunt van Vitesse gaat niet door. De VAR kon hier niet uitsluitsel bieden over of het wel of geen buitenspel was. En dan blijft dus de beslissing die op het veld is genomen staan. En dat was voor Hamulic heel zuur buitenspel. Bergwijn. Bergwijn doet het zelf en de redding van Room voorkomt de tweede Ajax-treffer. Hier komt Ajax weer. Hier komt een hele grote kans aan. En het doelpunt is van Linsson. Andere international die deze week gedebuteerd is. Die ook scoort in de openingsfase hier. Goed werk van Taylor. En ijzig kalm. Dat heeft hij al wel eerder bewezen. Door Christian Linsson. F-site leeg. Dat heeft te maken met die ongeregeldheden tijdens Ajax Feyenoord. Manhoef. Scherpe bal. Daar is Meulensteen. Aardige kans toch voor Vitesse. Manhoef ziet de loopactie van Meulensteen. Legt er precies tussen die twee Ajaxiden in daar. Scherpe bal. Oh. Bijna een eigen doel door Issimat Mira. Pas van Berghuis is goed. Kaai dan met de voorzet en met het nodige geluk. Tahirovic. Dat is een mooie opening. Berghuis. Die nu langs is bij Cornelissen. Daar gaat Ekpom. Nu 1-2 met Berghuis. Een ruimte aan de linkerkant. Taylor. Heel veel ruimte zelfs. Misschien wel iets te veel ruimte, waardoor Taylor heel veel tijd had om na te denken. Goed, de ruimte ligt er nu ook voor Vitesse natuurlijk. Dat er met 5 man uit is tegen 5 van Ajax. Met Amin Boutra die het probeert en die bal maar net naschiet.
Berghuis. Delen gevonden, die laat hem lopen voor Ekpom en die krijgt zijn voeten nog tegenaan. Al plaats ik daar wel een klein vraagteken bij, ja, hij weet het zelf ook niet. Misschien was het wel de verdediger van Vitesse die bal als laatste raakte. Ik denk dat het een eigen doelpunt is van Oros. En nu weet ik het zeker. Actie van Taylor is gezien door Berghuis. Prachtige paas, maar niet bekroond door Taylor met een doelpunt. Een paar aardige ballen gegeven, Steven Berghuis. Dit is misschien wel de beste van allemaal. Corner nu van Berghuis. Pom helemaal vrij en dan is het 4-0. Nu is hij wel voor hem. Hij wordt gewoon vrijgelaten. Dan past het precies. Dat is mooi gespeeld. Taylor. Oh, schitterend. Taylor. Prachtige goal. En de glimlach bij Kenneth Taylor. Dat is ook wel eens anders geweest. Combinatie met Berghuis, de dubbele 1-2 en dan deze kapbeweging waarmee hij de beide centrale verdedigers van Vitesse totaal op het verkeerde been zet. Saladin stuurt Forbes weg. Mikko Tadze kan die bal nog oppikken. Bergwijn willen hebben. Mikko Tadze doet het zelf. En Dwingdroom doet nog maar eens een redding. Naar zijn linker gedraaid. Ajax wint met 5-0 van Vitesse. Een vrij zorgeloze avond voor Van Schip. Tegen nog altijd ploeterende Vitesse dat in de eerste helft nog wel aardig weerstand wist te bieden. In de tweede helft zeker niet. En toen liep die ruststand van 2-0 uit naar een eindstand van 5-0 en verliest Edward Sturing dus voor het eerst zijn eerste wedstrijd als interim coach.